Er zijn twee onderwerpen die de Indo's leuk vinden. Hè? Dat is over de familie praten en dan over eten. Indo's zonder eten, dat bestaat niet. Dat is onlosmakelijk van met elkaar verbonden. Eten is altijd het eerste onderwerp bij de Indo's. En er moet altijd genoeg eten zijn, dus we hebben vandaag ook 6 gangen. Lieve mensen, ik heet u van harte welkom. Wij hadden gedacht om deze avond iets speciaals te organiseren. Vanavond is de eerste ronde rijsttafel van de Indo Business Club Chapter Den Haag Rotterdam. Het thema was wine and spices. Indisch eten met wijnen, kan dat? Nou, dat kan wel. Deze avond is bedoeld om Indische mensen bij elkaar te brengen. En dat zij in een gemoedelijke sfeer elkaar kunnen ontdekken, kunnen kijken waar ze behoefte hebben met hun business. Nou, we hebben dus ook iedere chapter bijeenkomst hebben een pitch. Of meerdere pitches. In dit geval hadden we er 10. 10 verschillende mensen die ondernemers die graag hun verhaal willen vertellen. Wie ben je? Wat kan je aanbieden? En waar ben je naar op zoek? Mensen bij elkaar te brengen, te verbroederen, elkaar te versterken. En als je dat zo ziet hier in deze omgeving, is dat naar mijn gevoel weer erg geslaagd. Het is een mooie avond geworden, waarin veel mensen de interactie met elkaar opzoeken. De achterliggende gedachte is dat je juist wat meer power genereert door samen de dingen te doen. Ik denk dat de Indische mensen toch een bepaalde band met elkaar hebben. En wat je ziet is dat er met die achtergrond en met de cultuur, dat het een bepaalde mate van geborgenheid geeft, betrokkenheid. Dat misschien wat makkelijker gaat. Ja. Dat is elkaar eigenlijk versterken, maar dat wil niet zeggen dat we het alleen maar in de Indische gemeenschap doen. Dus eigenlijk is iedereen welkom.